Goedemiddag iedereen, terwijl misschien nog een paar mensen binnen druppelen, gaan we toch van start gaan voor onze intussen 11e TML-talk over conflictvrije kruispunten, maar eigenlijk vooral over die slimme verkeerscomputers. We hebben twee sprekers vandaag, zijn de Katja Huis als consulent verkeerslichtenregeling van de stad Antwerpen en collega Ruben Korthout, die ons wat tekst en uitleg gaan geven over hoe zo'n lichtregeling precies in zijn werk gaat. U ziet hier nog van 12 tot 2 staan, maar ik wil jullie alvast geruststellen, zeker met dit mooie weer buiten. Dit was eigenlijk onze opzet om het in een fysiek format te doen en dan duurt het altijd wat langer. Zeker omdat er ook een netwerking bij komt kijken, maar we gaan het vandaag dus digitaal doen en we proberen toch rond 1 uur af te ronden. Vooraleer we van start gaan, enkele praktische afspraken. Normaal gezien, als u aankomt in deze omgeving, is uw microfoon en uw camera uitgeschakeld. Door ons, mocht dat toch om een of andere reden aanstaan, mag u dat altijd dempen en ook uw camera uitschakelen. We hoeven u niet per se te zien, de sprekers uiteraard wel. U mag uw naam ook even in de chatbox typen, zo weten we wie dat er precies aanwezig is in deze sessie. Vragen kunnen gesteld worden na de twee presentaties, dus we gaan de niet tussen de presentaties vragen laten stellen, maar we gaan wachten tot de twee sprekers aan bod zijn gekomen. Afhankelijk van het type vraag krijgt u ook het woord. Dus ofwel kan de spreker meteen op basis van de vraag in de chat een antwoord geven, ofwel geef ik u even het woord. Dat zal ik zelf wel modereren. Alles wordt ook opgenomen. Mocht daar iemand een bezwaar tegen hebben, dan mag je dat nu laten weten, ook in de chat. En alles is na afloop uiteraard ook online terug te vinden op onze website. We hebben ook een YouTube-kanaal waar u de vorige TML-talks ook allemaal, voor zover ze digitaal zijn doorgegaan, ook kan terugvinden. Sommige zijn ook fysiek opgenomen. Als er iemand een suggestie heeft voor een topic voor een volgende TML-talk, dan mag je dat altijd mailen naar mijn mailadres. Zoals steeds proberen we ook de mogelijkheid te bieden om op alle sociale media fora te ventileren over deze TML-talks. Doe dat dan even met deze hashtag als u dat wenst te doen. Voilà, en dat brengt ons bij het onderwerp van vandaag en de eerste spreker, Katja Huis. Zij is burgerlijk ingenieur chemie aan de KU Leuven. Heeft een tijd lang voor Total gewerkt als procesingenieur. En dan is toch gebleken dat de wereld van de chemie minder haar ding was en kreeg ze de mogelijkheid om voor de stad Antwerpen te werken rond verkeerslichtenregeling. En zoiets heeft ze ook kunnen leren on the job, dus zich ook wat kunnen bijscholen in functie van verkeerskunde, verkeerslichtenregelingen. En dat doet ze intussen sedert oktober 2018, dus toch al meer dan 3 jaar. Katja, aan jou graag het woord. Jij mag zo meteen je eigen scherm delen. Oké, dankjewel voor de intro. Oké, ça va. Dus ik ga jullie een korte toelichting geven van wat dat wij zowel doen voor de verkeerslichten in de stad Antwerpen en hoe dat we die zoveel mogelijk conflictvrij maken. Dus ik ga jullie eerst kort vertellen hoe dat onze verkeersdienst eruit ziet, dan welke verschillende samenwerkingen wij doen om tot een VLCC-regeling te komen, de dagdagelijkse werking van een verkeerskundige, dan kort een aantal projecten die we doen en dan de stand van zaken van conflictvrije kruispunten en op het einde heb ik nog twee korte demo's voorzien. Dus eerst hoe onze verkeersdienst eruit ziet. Dit is ons team. Danny is onze leidinggevende. En dan Maarten, Peter Marcelis en ikzelf, wij zijn de verkeerskundigen. Dan hebben we Tom, Wouter en Peter van de Putten, die de toezichters zijn. Dus zij gaan voornamelijk op terrein. Kenny is hun afdelingschef en Nele is onze tekenaar. En Steven is onze expert op vlak van technische zaken. In grondgebied Antwerpen zijn er eigenlijk twee beheerders voor de verkeerslichten. Je hebt verkeerslichten die in beheer zijn van stad Antwerpen. En je hebt ook verkeerslichten die in beheer zijn van het agentschap Wegen en Verkeer. Op dit kaartje zie je alle kruispunten die in beheer zijn van stad Antwerpen. En dat zijn er ongeveer een 150-tal. Dan ga ik nu overgaan naar de VLCC-regelingen.
Dus het VLCC-project dat wij in Antwerpen doen, staat voor verkeerslichtencoördinatiecentrale. En in dit project zijn er eigenlijk twee grote luiken die aan bod komen. Langs de ene kant willen we eigenlijk al onze installaties aansluiten op een centrale computer via het glasvezelnetwerk. En dus vroeger konden wij van op afstand eigenlijk niks zien en moesten we altijd ter plaatse gaan. En door die aansluiting kunnen we dus wel eigenlijk veel meer van op afstand opvolgen. En dan het tweede grote luik is dat we eigenlijk al onze lichtenregelingen herbekijken en optimaliseren. Om dan eigenlijk tot zo'n VLCC-regeling te komen, zijn er eigenlijk verschillende partijen betrokken. Hier staan eigenlijk dan de vier belangrijkste en dan eigenlijk kort hun taken. Dus voor het VLCC-project werken wij samen met twee studiebureaus, dat is TML en Arcadis. Zij gaan eigenlijk verschillende scenario's uitwerken. Eens dat een bepaald scenario gekozen is, gaan zij de logica verder in detail uitwerken. En zij doen ook een evaluatie, zowel na indienstname als 1 jaar later. Dan is er ook de dienstmobiliteit van Stad Antwerpen. Zij bepalen mee de doelstellingen per kruispunt en per regelgebied. En als er aanpassingen nodig zijn die buiten de lichtenregeling vallen, zoals een circulatiemaatregeling of aanpassing aan de infrastructuur, zijn dat ook dingen waar zij verantwoordelijk voor zijn. Dan zijn er de verkeerskundigen van de Stad Antwerpen. Wij controleren het werk van de studiebureaus. Wij gaan ook mee nadenken over mogelijke scenario's en over de uitwerking van de logica. Als er aanpassingen moeten gebeuren aan de regelingen nadat is opgeleverd door de studiebureaus, doen wij die ook. Of wij gaan ook nieuwe regelingen van start uitwerken. Dan zijn er ook nog de toezichters van Stad Antwerpen. Als er een kruispunt gaat aangepakt worden, dan gaan zij eigenlijk mee op terrein gaan om na te denken over onder andere de logische locatie van de palen, maar ook als er drukknoppen zijn voor fietsers, zijn die bereikbaar? Ook qua detectie, wat is mogelijk op die specifieke locatie? En als dan de werken aan de installatie worden uitgevoerd, dan gaan zij die ook opvolgen. En ook na indienstname volgen zij mee de goede werking van de detectie op. Hier zie je dan eigenlijk de verschillende stappen die we doorlopen om tot een VLCC-regeling te komen. Dus het start eigenlijk bij de studiebureaus. Zij gaan in eerste instantie verschillende scenario's uitwerken en zij houden hierbij rekening met het beleidskader. En in het beleidskader beginnen we altijd van een 100% conflictvrije lichtenregeling, dus dat er geen enkel conflict is toegelaten. Dus niet tussen voertuigen en fietsers en voetgangers, maar ook niet tussen voertuigen onderling. En dan wordt gekeken of dat dit voldoet aan de minimale kwaliteitseisen. Dat is dan op vlak van doorstroming en wachttijden voor voetgangers en fietsers. En als aan die minimale kwaliteitseisen wordt voldaan, is het goed. Maar als daar niet aan wordt voldaan, dan wordt er eigenlijk stap per stap gekeken welke conflicten dat we kunnen toelaten. En dan gaat het beleidskader bijvoorbeeld zeggen dat we in eerste instantie kijken om voertuig-voertuig conflicten toe te laten. En dan kijken we, voldoet het dan wel in een tweede stap? Kunnen we bijvoorbeeld conflicten tussen rechtsafslaande voertuigen met fietsers en voetgangers toelaten? En zo zijn er verschillende stappen die we doorlopen. Dan in de beleidswerkgroep zit het studiebureau samen met de dienstmobiliteit en met de verkeerskundige van Stad Antwerpen. En gaan we die verschillende scenario's overlopen en bekijken we wat dat eigenlijk het voorkeursscenario is waarmee we willen verder gaan in de studie. Als dat scenario voldoet aan het beleidskader, is een terugkoppeling met het kabinet niet nodig. Maar stel dat we bijvoorbeeld infrastructurele aanpassingen of zo willen doen, dan is er wel altijd een terugkoppeling met het kabinet en beslissen zij met welk scenario dat we uiteindelijk verder gaan. Als we dan het scenario gekozen hebben voor de rest van de studie, dan gaan we eigenlijk naar de verkeerskundige werkgroep. Hier is dan ook het studiebureau dat in eerste instantie de logica van de regeling gaat uitwerken. En in de verkeerskundige werkgroep wordt eigenlijk hun voorstel besproken samen met de verkeerskundige van de stad. En gaan we eigenlijk een soort van brainstorm doen van zien wij nog andere opties of zien wij nog optimalisaties of dingen die we beter kunnen doen. Dus echt wel een brainstorm om met z'n allen tot een zo goed mogelijke regeling te kunnen komen. Dan is eigenlijk de regeling klaar en volgt de indienstname. Dus die werken rond indienstname, die worden volledig opgevolgd door onze toezichters. En dan na indienstname volgt er een terreinbezoek. Sowieso, als er op terrein een probleem zou zijn, gaan onze toezichters dat eigenlijk onmiddellijk zien. Maar ook zowel iemand van het studiebureau als een van de verkeerskundigen van de stad gaat ook ter plaatse gaan. En om te kijken of eigenlijk alles loopt zoals wij oorspronkelijk voorzien hadden. En wij als verkeerskundigen van de stad gaan dan eigenlijk ook in de VLCC nog de logica en zo verder controleren en de werking van detectie. En dan is er ook nog 1 jaar na indienstname een evaluatie die door het studiebureau gedaan wordt. Dan worden er ook opnieuw tellingen gedaan. Maar op zich verwachten wij meestal dat er na 1 jaar geen grote veranderingen gaan aankomen. Wij verwachten dat als er een probleem is, dat we dat wel al veel eerder zouden hebben opgemerkt.
Dan ga ik nu even kort toelichten wat dat zoal nog dingen zijn die wij dagelijks doen als verkeerskundige bij de stad. Dus het opvolgen van de regeling. Zoals ik daar juist al had gezegd, als er een nieuwe VLCC-regeling in dienst gaat, dan gaan wij ook in de VLCC kijken of dat onder andere de logica die door Siemens geprogrammeerd is, of dat dat correct is. Wij controleren ook de werking van de detectie. Dat is dan zowel van de autolussen als van het openbaar vervoer, als van fietsers en voetgangers. En een meer structurele opvolging op lange termijn is momenteel nog in uitwerking. En die opvolging van regelingen doen wij ook naar aanleiding van klachten. En die opvolging gebeurt momenteel aan de hand van het programma ANA+, maar er is ook nog wel een heel groot deel dat eigenlijk wat meer manueel werk is. Daarnaast gaan wij ook regelingen bijsturen, dus één dat is opgeleverd door het studiebureau. En we willen een aanpassing doen, dan gaan we die zelf intern doen. Dat is dan onder andere bijvoorbeeld als wij AFTG willen toevoegen, of als we optimalisaties doen, dat kan volgen uit een terreinbezoek of uit een klacht. En ook werfregelingen zijn dingen die we zelf doen. Bijvoorbeeld als er in het kader van nutswerken aanpassen aan een kruispunt nodig zijn, dan maken wij de werfregeling op. En wij maken ook regelingen op zonder het studiebureau, die we eigenlijk helemaal zelf doen. Zoals bijvoorbeeld nu het zuidelijk deel van de Leie, waar we mee bezig zijn. En wij krijgen ook af en toe klachten van burgers of bijvoorbeeld van de lijn. En onze toezichters krijgen die klachten eerst binnen en zij maken eigenlijk een selectie voor wie dat de klachten bedoeld zijn. En dus de verkeerskundige klachten gaan wij ook analyseren en beantwoorden. Een paar typische klachten die wij regelmatig zien terugkomen is dat auto's bijvoorbeeld zeggen van we krijgen geen groen. En dat is omdat ze onvoldoende tot aan de stopstreep zijn gereden, omdat dat een richting is die op aanvraag groen krijgt. Of wij krijgen ook af en toe klachten van voetgangers die zeggen tijdens het oversteken wordt het al rood, dus mijn groen is niet lang genoeg. En dan weten ze eigenlijk niet dat er ook nog rekening wordt gehouden met de ontruimingstijd. Dus als je begint over te steken tijdens groen, kan je nog de rest van je oversteek eigenlijk veilig verder doen. Dan ga ik kort de projecten toelichten waar wij bij de stad zoal mee bezig zijn. Dus een van onze projecten is de WTI, of de wachttijdindicator. Hier zijn we momenteel samen met TML en Siemens bezig om die eigenlijk te optimaliseren. Want aangezien we heel dynamische lichtenregelingen hebben, is de wachttijd ook heel moeilijk te voorspellen. En dus in dit project proberen we om die dan toch nog zo goed mogelijk te voorspellen. Een ander project is het Fast Forward project. Hier gaan we voorrang geven aan prioritaire voertuigen van de brandweer. En dan gaan we ook de detectie van het openbaar vervoer verbeteren. Dus op termijn kan dan eigenlijk de huidige detectie van het openbaar vervoer vervangen worden door Fast Forward. En in Fast Forward wordt gebruik gemaakt van de reeds voorziene koppeling tussen de voertuigen met hun eigen back-office systeem. Dan hebben we ook een project gedaan rond Inflow. Inflow is wat we noemen een adaptieve netwerkregeling, waar dat er eigenlijk een algoritme is dat continu de optimale groentijdverdeling berekent op basis van de beleidsdoelen en het actuele verkeersaanbod. En dat zijn regelingen die momenteel als heel hip beschouwd worden en waar men van zegt van, ah ja, maar dat gaat eigenlijk al onze problemen oplossen. Dus daarom hebben wij eigenlijk een project gedaan om in een simulatie een aantal VLCC-regelingen met Inflow-regelingen te vergelijken. En onze conclusies zijn dat het voornamelijk een andere manier van regelen is. Dus Inflow gaat werken met prioriteiten, terwijl we bij de VLCC echt meer gaan regelen op wachttijden. We kunnen bij de VLCC bijvoorbeeld zeggen dat we voor deze voetganger een maximale wachttijd willen van 70 seconden. En dan gaat dat ook nooit hoger zijn, zodat dat bij Inflow dan eigenlijk op sommige momenten wel heel wat hoger kan zijn. En dat vinden we wel een belangrijk aandachtspunt. Maar qua doorstroming hebben wij geen grote verschillen gemerkt. Nog iets anders waar we mee bezig zijn, is om deelconflictlantaarns uit te rollen. Dus als wij in de VLCC een kruispunt aanpakken en er blijft toch nog een conflict tussen bijvoorbeeld een rechtsafslaande auto met overstekende fietsers en voetgangers, dan gaan wij op het conflictpunt een deelconflictlantaarn zetten. En deze maakt dan de bestuurder er attent op dat er nog een conflict is en hij wel voorrang moet verlenen. En in die lantaarn kan een fietser zichtbaar zijn of een voetganger, of ze kunnen ook afwisselend op het schermpje komen. Dus Ruben gaat straks nog heel wat meer vertellen over conflictvrije kruispunten en hoe dat je kruispunten conflictvrij kan maken. En ik wil het hier graag hebben specifiek over de situatie en de stand van zaken die we momenteel hebben bij Stad Antwerpen. Dus in de stad hebben we 142 stadskruispunten die onder ons beheer vallen.
127 kruispunten zijn opgenomen in het VLCC-project. Kruispunten die niet zijn opgenomen, dat zijn dan meestal kruispunten die na een herhaalleg gaan verdwijnen. Al 120 kruispunten zijn aangesloten op de VLCC, dus die kunnen we van op afstand eigenlijk al monitoren. En degenen die nog niet zijn aangesloten, zijn ook kruispunten die vernieuwd gaan worden in een project en die dan eigenlijk bij die vernieuwing mee gaan aangesloten worden. En al 65% van onze lichtenregelingen zijn aangesloten op deze en 65% van onze lichtenregelingen zijn al VLCC-lichtenregelingen. In de grafiek links onderaan zie je dan eigenlijk hoeveel kruispunten dat wij elk jaar al hebben aangepakt en wat dat wij voor dit jaar en voor volgend jaar nog gepland hebben. Dus eind 2023 zouden al onze kruispunten voorzien van een VLCC-regeling. En met deze slide wil ik eigenlijk aangeven wat het effect is van de VLCC op het aantal conflicten dat we nog hebben binnen de stad. Hier wordt enkel gekeken naar de 82 kruispunten die in het beheer zijn van de stad en die al een VLCC-lichtenregeling hebben. Dus als we eerst kijken naar de grafiek links onderaan. Het eerste is eigenlijk als het volledig conflictvrij is. Dus dat wil zeggen als er geen conflicten meer zijn tussen voertuigen en fietsers en voetgangers, maar ook geen conflicten meer tussen voertuigen onderling. Dan hadden wij voor de VLCC 20 conflictvrije kruispunten en na de VLCC 30 conflictvrije kruispunten. Als we dan kijken naar kruispunten waar er geen conflicten zijn tussen voertuigen en fietsers en voetgangers, maar dus wel conflicten tussen voertuigen onderling, hadden we voor de VLCC 25 conflictvrije kruispunten en na de VLCC 39 conflictvrije kruispunten. En dan in deze grafiek hier rechtsbovenaan kijken we eigenlijk niet per volledig kruispunt, maar kijken we per conflict. En dit is eigenlijk interessant, omdat stel dat er een kruispunt is dat vroeger veel conflicten had. En nu met de VLCC hebben we een heel aantal conflicten er kunnen uithalen, maar zat er bijvoorbeeld toch nog een conflict in, dan zou dat eigenlijk in die linkse grafiek niet vallen onder conflictvrij kruispunt, maar is er toch wel een hele grote verbetering geweest qua totaal aantal conflicten die we verminderd hebben. Dus hier op het linkerdeel van die grafiek kijken we naar alle conflicten, dus zowel voertuig-voertuig als voertuig met fietser en voetganger. En zien we dat we met de VLCC 56% minder conflicten hebben. En als we enkel kijken naar de conflicten tussen voertuigen met fietsers en voetgangers, zien we dat we met de VLCC 60% van de conflicten er hebben kunnen uithalen. Dus ik had in mijn presentatie verteld dat we verschillende programma's gebruiken om eigenlijk de kruispunten van op afstand te monitoren. Dus ik heb twee hele korte demo's voorzien. De eerste demo is van de VT Manager. Dat is eigenlijk waarmee we de kruispunten van op afstand kunnen bekijken. Dus ik ga het filmpje tonen en dan ondertussen een beetje uitleg geven daarbij. Dus hier zie je de VLCC en hier staan zowel de kruispunten op van Stad Antwerpen als van AWV. En de verschillende kleuren hebben allemaal een betekenis. Stel dat je bijvoorbeeld geel wil zeggen dat hij knippert of zwart dat hij uitstaat. En ook de buitenste ring geeft eigenlijk telkens aan wat dat het scenario is dat het draait, bijvoorbeeld ochtendspits, avondspits, dal. Dan ga ik hier inzoomen op het kruispunt van de Italië-lijn met de paardenmarkt. En bijvoorbeeld bij objecteigenschappen zien we dan eigenlijk hier alle detectoren op dat kruispunt. Dus je ziet eerst van boven alle autolussen, dan daaronder volgen de tramlussen, de buslussen, detecties voor blinde signalen, voor fietsers, voor voetgangers. En dus die cirkels aan de linkerkant, als het groen is, wil het zeggen dat die detector goed werkt. Als er een rood cirkel is zoals daar, is dat eigenlijk dat die detector op dat moment in defect staat. En daar kunnen we eigenlijk ook per detector kijken wat dat bijvoorbeeld de detectorstellingen of de detectorstatus is. Dan gaan we eens kijken naar het signaalplan. Dus we kunnen eigenlijk een periode zelf ingeven, maar hier heb ik voor het filmpje gewoon even 1 uur genomen. En dan zien we eigenlijk hier dus de verschillende richtingen, wie wanneer groen, oranje of rood heeft. En dan daaronder zien we alle detecties van de auto's,
of ook detecties van de tram, zoals daar bijvoorbeeld zie je een inmelding en een uitmelding van een tram. En dan daaronder zien we alle drukknoppen van voetgangers, fietsers, voor de blinde signalen, telkens wanneer er opgeduwd wordt. Dus dat was het eerste filmpje van de VLCC. Dan het tweede filmpje dat ik ga tonen is van Anna Plus. Dat is een van de programma's die we gebruiken om eigenlijk de kruispunten wat meer op verkeerskundig vlak eigenlijk te monitoren. Dus dit is Anna Plus. Hier heb ik al het kruispunt K301 geselecteerd. Dat is het kruispunt van de Italië-lijn met de Waaslandtunnel. En hier kunnen we dan bijvoorbeeld kijken naar de tellingen. En hier zie je dan eigenlijk in die curve dat je dan eerst een piek hebt bij de ochtendspits en dan bij de avondspits een nog grotere piek. En hier kunnen we bijvoorbeeld ook kijken naar de wachttijden. Als we bijvoorbeeld kijken naar B1, dat is een van de oversteken over de leien, zien we hier eigenlijk de verschillende wachttijden. En we kunnen hier ook het openbaar vervoer bekijken. Bijvoorbeeld Chain B is een van de bussen. En die 91% geeft aan dat 91% van de trips volledig is, zodat er zowel een inmelding als een uitmelding is geweest. Dus met die programma's kunnen we wel nog veel meer doen, maar dit was maar een korte demo om even gewoon toe te lichten wat er zoal mee kan gebeuren. Dan wil ik jullie graag bedanken voor jullie aandacht en kunnen jullie achteraf nog vragen stellen naar de presentatie van Ruben. Oké, dankjewel Katja. Het was geen sinecure om dit verhaal op een laagdrempelige manier te brengen, hè. Ook al zitten we hier met een publiek van mobiliteitsexperten, maar dat gaat in de hele brede zin. Hè. Zeker niet allemaal experten in zaken verkeerslichtregelingen. Maar je hebt toch in ieder geval al een heel goede introductie gegeven van hoe dat jullie dit aanpakken, met welke programma's jullie dit monitoren en over welke verschillende facetten het allemaal gaat en welke specifieke nieuwe projecten er ook volop in voorbereiding zijn. Ik zag al heel wat vragen binnenkomen. Vragen die over verschillende aspecten gaan, veiligheid, ook voor doorstroming, voor OV, maar specifiek ook in functie van de actieve modi. Katja, je mag tijdens de presentatie van Ruben op de vragen waarvan je zeker een antwoord op kunt geven, mag je die al beantwoorden in de chat. Vragen waar je niet meteen een antwoord op kan geven of wel wat meer nuance nodig is in een mondelinge toelichting, hoef je niet meteen te beantwoorden, maar zo krijgen bepaalde mensen al een antwoord. En dan wil ik graag mijn collega Ruben Korthout voorstellen. Hij is burgerlijk bouwkundig ingenieur, heeft ook een doctoraat gedaan en werkt intussen dit jaar 10 jaar voor Transport and Mobility Leuven, waar hij senior onderzoeker is en ook een team aanstuurt van een aantal collega's die werkt rond dynamische verkeerssimulaties en multimodaal verkeersmanagement. Hij is de teamleider ook voor deze opdracht vanuit TML voor de VLCC. En hij zal ons wat meer in detail meenemen bij het proces, de technische aspecten ook, en meer ook met een focus op het conflict vrijmaken van kruispunten. Ruben, aan jou het woord. Ja, dank u Wouter. Ja, oké. Okay. Ja, dus ook van mijn kant uit een goede middag allemaal. Katja heeft jullie zo net al een introductie gegeven tot de VLCC. Ik ga nu verder focussen op de afweging die we voor elk kruispunt moeten maken tussen veiligheid en doorstroming. En proberen een antwoord te geven op de vraag, kan het veilig en vlot? Het zal u niet verbazen dat het antwoord niet ja of nee is, maar wel, dat hangt ervan af. Ik ga proberen jullie inzicht mee te geven waar het dan van afhangt of een vlotte, conflictvrije regeling haalbaar is of niet. Ja, Katja heeft de introductie al gedaan. Ik heb helaas niet zo'n mooie foto van ons team, maar ik wil toch zeker niet nalaten om de ontwerpers van TML even bij naam te noemen. Ikzelf en mijn collega's Hanne, Jeroen, Roderick en Stef werken nu al een heel aantal jaren aan de lichtregelingen van de VLCC.
En ook met de andere partners en de opdrachtgevers kunnen we dus wel zeggen dat er een uitgebreid team hiermee bezig is. We maken dus intelligente voertuigafhankelijke lichtregelingen voor Antwerpen. In totaal, AWV en Stad Antwerpen samen, zijn er 360 kruispunten aangesloten op de centrale verkeerscomputer. Die zijn verdeeld in regelgebieden van samenhangende kruispunten, zoals te zien op deze kaart. En het gebied strekt zich uit van de haven van Antwerpen in het noorden tot de A12 in Aartselaar in het zuiden. En naast Antwerpen ook de omliggende gemeenten in de rand van de stad. Er zijn vandaag al meer dan 200 nieuwe VLCC-regelingen in dienst, waarvan zo'n 120 opgemaakt door TML. Voor we gaan praten over conflictvrijheid, wil ik u eerst even tonen hoe zo'n lichtregeling er op papier of op het scherm uitziet. En we beginnen met het tonen zoals het vroeger was, het klassieke V-plan. Wat is een V-plan? Dat is de naam voor de visuele weergave van een lichtregeling, zodat je die kan interpreteren en als je dat wil afdrukken, zelfs op papier, zo deed men dat vroeger, om wanneer men dan op het terrein ging kijken of de lichtregeling naar behoren werkt, er het papier bij te kunnen nemen. En er staan heel wat elementen op zo'n V-plan, maar de twee belangrijkste zijn een grondplan van het kruispunt en de werking van de lichtregeling. Ik heb hier nu een schematisch grondplan weergegeven, gewoon om de naamgeving te kunnen duiden. De verschillende straten die aantakken op het kruispunt krijgen de namen A, B, C. En als er aparte pijllichten zijn voor de verschillende afslagrichtingen, dan wordt dat A1, A2, A3, voor links, rechtdoor, rechtsaf. En ook de fietsers krijgen hun naamgevingen FAP, FB enzovoort. En kleine letters ABCD voor de voetgangers oversteken. En wat u dan rechts ziet, is de werking van de lichtregeling zoals die vroeger was, jarenlang gedraaid, een halfstarre regeling aan het kruispunt van de single aan station Antwerpen-Berchem. Dus wat hierop staat, het is helaas in zwart-wit. Straks komen er voorbeelden in kleur die nog iets duidelijker zijn. Maar voor een cyclustijd is hier weergegeven wanneer elke richting groen heeft. Dat is het wit hier, oranje en vervolgens rood in het donker aangeduid. Dus voor zo'n cyclustijd geeft dit dus weer wanneer elke richting groen en rood heeft. En dit is dan voor hetzelfde kruispunt de nieuwe VLCC-regeling. Het is niet de bedoeling dat jullie dit kunnen lezen. Ik geef het maar even zo weer op scherm om aan te tonen dat zo'n VLCC-V-plan wel iets groter is. Op dezelfde schaal is hierboven de vorige lichtregeling weergegeven. Ik heb mij laten vertellen, als je zo'n VLCC-V-plan wil afdrukken voor specifiek dit kruispunt, dat het 5 meter breed wordt, maar ik heb het zelf nooit geprobeerd. Dus we gaan vooral nu uit natuurlijk van visualisatie op computerschermen. Dit maar om even aan te geven dat de VLCC-regelingen toch wel duidelijk een upgrade betekenen qua complexiteit en intelligentie. Nu, voor alle duidelijkheid, ook andere nieuwe lichtregelingen die vandaag buiten het VLCC-project gemaakt worden, die zullen typisch veel intelligenter zijn dan dat halfstarre voorbeeld van op de vorige slide. Dus dat is zeker mogelijk dat andere lichtregelingen ook vergelijkbare intelligentie bevatten als de VLCC-regelingen. Nu, intelligentie is eigenlijk vandaag niet de focus van mijn verhaal, maar om toch even heel kort te duiden hoe zo'n VLCC-regeling werkt, ga ik even inzoomen op een heel klein deeltje van de werking van deze lichtregeling voor dit kruispunt. Een VLCC-lichtregeling bestaat uit verschillende fasen. En in zo'n fase hebben een aantal richtingen over het kruispunt groen en andere rood. Voor elke fase is er een regellogica die gebruik maakt van intelligente verkeerskundige functies om eigenlijk elke seconde te gaan beslissen, moeten we het groen van deze fase nog verlengen of moeten we het afbreken en zo ja, moeten we dan overgaan naar een andere fase en welke dan? Bijvoorbeeld wanneer er een prioritaire tram zich aandient, gaan we proberen om in de lichtregeling meteen bij aankomst van die tram groen te geven door via deze intelligente logica op het juiste moment naar de juiste fase te gaan. Op zo'n groot kruispunt zoals dit voorbeeld gaat dat dan typisch tot een 15-tal van dergelijke fases voor een VLCC-regeling. En hoe vergelijken we dan de veiligheid? Dat doen we via een conflictmatrix. Nu, in klassieke regelingen zijn er typisch nog heel veel toegelaten conflicten. En die conflicten kan je weergeven in zo'n matrix. Elke cel geeft hier aan
of de beweging, of liever de kruising tussen twee stromen, of dat die beveiligd is in de lichtregeling of niet. Wanneer er een streepje staat, dan betekent dat dat de richtingen samen groen krijgen. Dat betekent niet altijd dat ze in conflict zijn, want tegenovergestelde rechtdoorstromen die kunnen uiteraard zonder conflict samen groen krijgen. Of met een kruisje dat ze niet samen groen krijgen. En wat u vooral moet onthouden, is het groen en het oranje. Want het groen, dat geeft weer of een conflict beveiligd is in de VLCC-regeling ten opzichte van vroeger. Dus dat het vroeger samen groen was voor die twee bewegingen en nu niet meer. En oranje is een conflict dat ook in de VLCC-regeling nog behouden is. Dus eigenlijk is het simpel, hoe minder oranje, hoe veiliger. En hoe meer groen, hoe meer veiligheidswinst er is ten opzichte van vroeger. En in dit voorbeeld zie je alleen maar groen. Dus dat wil zeggen dat voor dit kruispunt nu een volledige conflictvrije lichtregeling is opgemaakt. Katja heeft daarnet al aangehaald hoe we die beslissing maken om een conflict toch nog toe te laten of te beveiligen. Dat gebeurt via het afwegingskader maximaal conflictvrij. En wat belangrijk is om te onthouden, is dat dat echt wel een afweging is tussen veiligheid en doorstroming. Helaas betaal je veiligheid bij een lichtregeling bijna altijd met langere wachttijden, tenzij je nog andere maatregelen kan nemen, zoals we verder in deze presentatie gaan zien. En hoe komen we dan tot een vlotte, conflictvrije lichtregeling? Belangrijk is, het gaat zeker niet enkel om de lichtregeling. We willen eerst zorgen dat infrastructuur en circulatie ons helpen om een conflictvrije lichtregeling te kunnen maken. Zeker infrastructuur is heel belangrijk. Als er bijvoorbeeld een kruispunt heraangelegd wordt, is het heel belangrijk om daar heel goed over na te denken. Want infrastructuur later nog aanpassen is vaak zeer moeilijk en kostelijk. Dus dat is echt een heel belangrijk element dat mee in overweging moet genomen worden. Je kan zeker argumenteren dat er nog een vierde element misschien moet toegevoegd worden, de hoeveelheid autoverkeer. Er zijn zeker ook maatregelen denkbaar om het autoverkeer te verminderen, want inderdaad, als er veel minder auto's zouden zijn, dan kan je inderdaad op veel meer kruispunten een conflictvrije lichtregeling maken. Binnen het VLCC-project kunnen we niet actief sturen op die hoeveelheid autoverkeer, of toch niet algemeen op grote schaal. Dat is zeker een debat dat moet gevoerd worden, die hoeveelheid autoverkeer en wat daarmee te doen, maar dat is een blik dat ik vandaag in deze presentatie niet verder ga opentrekken. Het eerste punt dan, infrastructuur. Dat betekent uiteraard de afmetingen van het kruispunt en hoe het er juist uitziet. Hoe compact is het, hoe groot of hoe klein. Maar ook hoeveel afslagstroken voor de verschillende richtingen zijn er, hoe lang zijn die. En ook zeer belangrijk, zijn er vrijliggende fietspaden. Als een fietser mee op de rijbaan moet fietsen, ja, dan zal hij natuurlijk bijna altijd nog in conflict blijven met het autoverkeer. Infrastructuur is echt een cruciaal element om conflictvrije regelingen te kunnen maken. En we gaan dat even aantonen aan de hand van een voorbeeld van een infrastructuur die het moeilijker maakt om een conflictvrije lichtregeling te maken. En het is uiteraard zeker niet de bedoeling om daarbij met de vinger te wijzen. Maar het gaat om het kruispunt van de Lange Leemstraat met de Cuperusstraat en de Gulden Vliesstraat, ook in Antwerpen dichtbij station Antwerpen-Berchem. En dit is eigenlijk een voorbeeld dat zowat alle problemen combineert. Het is een relatief groot kruispunt. We zien eigenlijk hier een apart deelkruispunt en hier een ander. Met een kort middensas ertussen, waar ook nog meerdere tramsporen in verschillende richtingen overheen lopen. En er zijn ook vrij weinig aparte afslagstroken. En degenen die er zijn, zijn ook kort. En ook zijn er niet overal vrijliggende fietspaden. Maar dit grote geheel, dat moet in één samenhangende lichtregeling geregeld worden. En dat maakt het natuurlijk moeilijk om dat volledig conflictvrij te doen met deze infrastructuur. Maar dit voorbeeld toont ook heel goed aan waarom het vaak zo moeilijk is om zo'n historisch gegroeide infrastructuur, zeker in een binnenstad, nog aan te passen. Want wanneer je dit kruispunt wil gaan heraanleggen volgens de regels van de kunst, dan moet je natuurlijk heel veel huizen gaan onteigenen. Je zou misschien zelfs een nieuwe tunnel onderheen de spoorwegbrug hier moeten maken, als dat überhaupt zelfs mogelijk is. Dus heel vaak bots je in de praktijk op dergelijke randvoorwaarden, waardoor er geen of maar beperkte mogelijkheden tot aanpassing van de infrastructuur zijn. Op dit kruispunt is trouwens wel degelijk een aanpassing gebeurd,
voor de VLCC-regeling, want deze oversteek over de Gulden Vliestraat die is heraangelegd en veiliger gemaakt. Nu, gelukkig zijn de auto-intensiteiten op dit kruispunt nog relatief laag, waardoor het ondanks deze moeilijke infrastructuur binnen de VLCC toch gelukt is om bijna alle conflicten te beveiligen. Alleen deze twee zijn er helaas ook in de VLCC-regeling, die nu een tweetal jaar in dienst is, behouden gebleven op dit kruispunt. Maar helaas, bij andere kruispunten met problematische infrastructuur, zeker als er meer autoverkeer is, blijven er zeker soms nog wel meer deelconflicten bestaan. Het tweede punt, circulatie. Dat is misschien makkelijk om in te zien. Als een conflict van een afslaande beweging met een oversteek vermijden in de lichtregeling niet mogelijk is, dan verbieden we de beweging en het is ook opgelost. Dat klinkt simpel, maar dat moet natuurlijk steeds in de bredere omgeving bekeken worden. Je kan geen lokale beslissing nemen om bewegingen of richtingen te verbieden op basis van één kruispunt. Je moet altijd gaan kijken of dat in de omgeving geen ongewenst sluipverkeer zou induceren en natuurlijk ook zorgen dat woningen en bedrijven bereikbaar blijven. Wanneer het niet mogelijk is om al het verkeer te weren, dan kan er zeker in een stadsomgeving ook nog wel nagedacht worden over een vrachtverbod op bepaalde straten of bewegingen om tenminste de conflicten met het gevaarlijkste verkeer te vermijden als volledig conflictvrij niet kan. Dus wanneer die twee zaken in orde zijn, dan pas is het eigenlijk tijd om een goede lichtregeling te gaan opmaken. Er zijn grosso modo twee manieren om een conflictvrije regeling te bekomen. De eerste met pijllichten, dus geen volle groene lenzen, maar pijlen die per richting aangeven of je groen of rood hebt. En vierkant groen, Katja noemde het al AFTG, alle oversteken voor fietsers en voetgangers over het kruispunt tegelijk groen, apart van al het autoverkeer. Ik wil aan de hand van twee voorbeelden aantonen dat welk van die twee het best is, dat dat zeer locatieafhankelijk is, en ook tonen wat er mogelijk is door de combinatie van een goede heraanleg van de infrastructuur met een slimme lichtregeling. Daarvoor toon ik een ander voorbeeld van een kruispunt in Antwerpen aan de Roosevelt-plaats. Dit is ook recent heraangelegd en is een zeer goed voorbeeld van hoe het moet. Dit is hoe het er vroeger uitzag, een relatief groot kruispunt met verschillende afslagstroken voor het autoverkeer en fietsers die op de zijstraten nog gemengd in het autoverkeer moesten rijden en geen aparte oversteken hadden. Het kruispunt is door Stad Antwerpen heraangelegd en veel compacter gemaakt. De ruimte voor de aparte afslagstroken die is weggenomen, dus alle autoverkeer is tot op één rijstrook gereduceerd en daarmee samenhangend is de circulatie aangepast en zijn de linksaf bewegingen hier verboden. Daarnaast zijn er overal vrijliggende fietspaden en oversteken gemaakt. Wat voor soort lichtregeling kunnen we nu op zo'n compact kruispunt maken? Dat is een vierkant groen regeling. Dus wat we hier tonen is een basissignaalplan van een VLCC-regeling. Dat is dezelfde voorstellingswijze als het klassieke V-plan van daarstraks. Alleen is dit nu maar één van de vele mogelijkheden die zo'n regeling kan produceren van hoe de groenfasen zich kunnen opvolgen in zo'n regeling, afhankelijk van welk verkeer zich aandient. Dus we zien hier de verschillende richtingen, elke rij, wanneer ze groen en rood hebben in de cyclus van 120 seconden. Dus wat zien we hier dan? Dat de verzadigingsgraden van het autoverkeer, dat is de verhouding van het verkeer dat zich aandient tot de capaciteit die er is, dat die laag genoeg blijft, maximaal 82%. Dus al het autoverkeer kan nog steeds verwerkt worden. En de maximale roodtijd voor de oversteken beperkt zich tot 45 seconden of zelfs voor andere richtingen maar 30, dankzij twee vierkant groenfases per cyclus. Dat kan hier doordat dat kruispunt compact is. De oversteektijd is relatief beperkt, zelfs als de voetgangers twee oversteken willen maken om helemaal aan de andere kant van het kruispunt te raken, dan kan dat met een groentijd van 20 seconden en dat dan gecombineerd met een voldoende lage hoeveelheid autoverkeer, waardoor één opstelstrook volstaat, laat ons dan toe om een dergelijke lichtregeling te maken, waar trouwens ook nog het openbaar vervoer dat apart geregeld wordt op verschillende flexibele momenten in de lichtregeling zou kunnen ingepast worden.
Dus op deze plaats lukt het dan om een volledig conflictvrije lichtregeling te maken met vierkant groen. U ziet hier alle groene cellen waren in de vorige lichtregeling nog conflicten en die zijn er hier allemaal uitgehaald. Dus conclusie, overal vierkant groen. Helaas is dat niet overal op zo'n goede manier toepasbaar. En daarvoor nemen we er een laatste voorbeeld bij van een typisch kruispunt op een gewestweg. En deze keer blijven we in Leuven. Het kruispunt van de Diestse Steenweg met de Leuvense Straat en de Martelaarlaan, of in de Leuvense volksmond beter gekend als het kruispunt voor de deur van TML. AWV plant hier een heraanleg in de toekomst. Nu is dat een deelkruispunt dat eigenlijk een beetje eruit ziet zoals dat kruispunt in het eerste voorbeeld met deelkruispunten, een middensas, een relatief weinig opstelstroken en een mede daardoor problematische doorstroming, maar ook lange wachttijden voor de oversteken. Voor alle duidelijkheid, we tonen hier een hypothetisch grondplan van hoe het in de toekomst er zou kunnen gaan uitzien. De studie van AWV moet nog starten. Wij hopen uiteraard daar in de toekomst mee aan te kunnen werken, maar voor alle duidelijkheid, dus dit is maar zuiver hypothetisch voor het voorbeeld in deze presentatie. Dus we gaan nu tonen wat een conflictvrije lichtregeling met vierkant groen zou geven als we de tactiek van het stadskruispunt toepassen. Een zo compact mogelijk aangelegd kruispunt, zoals hier schematisch weergegeven, met één rechtdoor en rechtsaf gedeelde opstelstrook. En wel, aangezien het toch een gewestweg is, aparte linksafslagstroken, omdat het anders natuurlijk hier heel moeilijk gaat worden. Ook het aanpassen van de circulatie op deze locatie lijkt op eerste zicht niet meteen wenselijk. We hebben wel meteen ook een aparte bedding voor openbaar vervoer in het midden toegevoegd in dit voorbeeld. En als we daar dan een vierkant groen regeling gaan proberen van te maken, als we uitgaan van de intensiteiten van het autoverkeer zoals die in een typische avondspits gemeten zijn voor de coronacrisis, dan zie je meteen dat dat hier niet een wonderoplossing biedt. De wachttijden voor de oversteken die lopen onaanvaardbaar hoog op, tot 2 minuten maximale roodtijd, omdat er maar 1 vierkant groenfase kan gegeven worden. Maar ook de verzadigingsgraden van het autoverkeer zijn enorm hoog, tot 200%. Dat wil zeggen dat er dus maar capaciteit is voor de helft van het verkeer dat aankomt. Je kan je dat voorstellen als zich dergelijke verzadigingsgraden voordoen tijdens een avondspits van 2 uur, dan staat er een file van ongeveer 4 kilometer overheen, meer dan de helft van de Ring van Leuven, vanaf dit kruispunt over het Artoisplein tot helemaal aan de Koning Boudewijnlaan. Dus dat is natuurlijk geen wenselijke situatie. Nieuw, of je zoveel autoverkeer moet willen faciliteren, is een ander debat. Maar vaak is natuurlijk een gewestweg wel de plaats waar je het autoverkeer toch liever concentreert dan in de kleinere woonstraten. Dus sluipverkeer vermijden is zeker bij zo'n kruispunten wel een belangrijk aandachtspunt. Wat als we nu, gegeven die huidige hoeveelheid autoverkeer, gaan proberen om dit kruispunt te verbeteren voor alle weggebruikers? Wat als we extra opstelstroken toevoegen? Dus nu, in dit opnieuw hypothetische voorbeeld, hebben we 3 afslagstroken op elke tak en ook deeloversteken voor de voetgangers. Opnieuw, dat is niet evident om die infrastructuur zo aan te leggen. Er zijn meer onteigeningen nodig, maar goed, laat ons even aannemen dat het mogelijk is. En als we dan opnieuw de vierkant groen strategie proberen toe te passen, dan zien we dat we er nog altijd niet komen. De doorstroming is nog steeds onaanvaardbaar slecht. In hetzelfde voorbeeld als daarnet, denkende aan een 2 uur durende avondspits, dan zitten we nog steeds met een file van ruim 1 kilometer. En de wachttijden van de oversteken die zijn nog steeds onaanvaardbaar hoog, tot maximaal 100 seconden. Conclusie, vierkant groen is niet de beste optie voor dit soort kruispunt. Waarom? Omdat het kruispunt niet compact genoeg is of niet compact genoeg kan gemaakt worden. De oversteektijd van de voetgangers die nodig is om 2 oversteken in 1 keer te maken, die is een pak langer dan op het stadskruispunt, waardoor je ziet dat zo'n vierkant groenfase een gigantische hap uit het budget van de lichtregeling wegneemt, waardoor er geen goede oplossing gevonden wordt met deze strategie. Dus hier gaan we beter voor pijllichten, aparte afslagrichtingen voor alle autobewegingen. Met dezelfde infrastructuur kunnen we dan
door het groen van de oversteken samen te nemen met de rechtdoor autorichtingen en voor de rest alle bewegingen zo goed mogelijk in elkaar te puzzelen om het zo efficiënt mogelijk te maken, wel een goede lichtregeling maken. De capaciteit voor het autoverkeer blijft nipt, maar ook in de bestaande lichtregeling is dat al zo, zeker voor corona. En, wat blijkt ook, die extra opstelstroken voor het autoverkeer, die komen zeker niet alleen het autoverkeer ten goede. De wachttijden voor de oversteken die zijn nu gevoelig gedaald, tot maximaal voor de slechtste richting 75 seconden, wat nog steeds gevoelig hoger is dan bij het vorige voorbeeld, maar op een gewestweg is het natuurlijk veel moeilijker om heel lage wachttijden te bekomen. Het is in elk geval, zeker voor de oversteek naar TML toe, zou dit een gevoelige verbetering zijn ten opzichte van vandaag de dag. En tenslotte, ook naar veiligheid toe, zou een dergelijke regeling een pak vooruitgang zijn ten opzichte van vandaag. Al deze groene cellen zijn momenteel nog conflicten die toegestaan zijn. Dus daarmee ben ik aan het einde van mijn presentatie gekomen. Wat ik vooral nog even wil herhalen is dat een lichtregeling opmaken echt wel een afweging is tussen veiligheid en doorstroming. Helaas is het een wetmatigheid bij lichtregelingen dat als de veiligheid toeneemt, dat normaal gezien ook de wachttijden toenemen. Zoals getoond in deze presentatie proberen we dat natuurlijk maximaal te remediëren met goede infrastructuur, aanpassingen van de circulatie en natuurlijk een slimme lichtregeling. Maar in de praktijk is het zeker niet altijd mogelijk. En dus moeten soms langere wachttijden toegestaan worden voor sommige of zelfs alle weggebruikers als we conflictvrij willen invoeren. Het is aan het beleid om die afweging in eer en geweten te maken, maar de verwachtingen van de weggebruikers zijn daarin natuurlijk ook sturend. Iedereen wil natuurlijk veilig en vlot, maar soms is het onvermijdelijk dat voor een conflictvrije lichtregeling sommige overstekers of auto's iets langer moeten wachten dan vroeger. En vooral welke maatregelen en wat voor soort lichtregeling het best is, dat is zeer locatieafhankelijk. In deze taak heb ik maar toegespitst op twee belangrijke elementen, de compactheid en de aantal afslagstroken. Maar in de praktijk zijn er nog een heleboel meer kleinere randvoorwaarden die maken dat elke lichtregeling voor elk kruispunt eigenlijk opnieuw maatwerk is. Het is verleidelijk om te denken, ik heb daar een goede oplossing gezien, waarom passen ze dat niet gewoon op alle andere plaatsen toe en alles is opgelost? Maar helaas is het in de praktijk niet zo eenvoudig. Dan dank ik jullie voor jullie aandacht en er zijn ongetwijfeld nog wel wat vragen gepasseerd in de chat die Wouter nu er zal uitpikken. Ja, dankjewel Ruben voor jouw toelichting. Bijzonder helder en duidelijk. Ik ga ook nog even terug mijn slides opslorren. Voilà. Ik heb inderdaad heel wat vragen zien passeren in de chat, waar intussen Katja al op een aantal vragen heeft geantwoord. Die ging in verschillende richtingen. Conflicten met actieve modi, maar ook een aantal vragen rond de combinatie of de monitoring van luchtkwaliteit en de impact op de relatie tot zo'n verkeerslichtregeling met dan het aspect van luchtkwaliteit. Professor Lauwers had ook een aantal vragen, waarvan een aantal intussen beantwoord is, maar ik geef jou graag kort nog even het woord om misschien jouw twee belangrijkste vragen nog te stellen, professor Dirk, mag ik zeggen, om daar ook alvast een antwoord op te krijgen. Aan jou het woord. Dank u wel om even de vloer te krijgen en in ieder geval ook misschien toch starten met de vaststelling dat ik enorm onder de indruk ben van de vooruitgang die denk ik de laatste jaren is gebeurd in Vlaanderen, in het bijzonder in Antwerpen, qua verkeerslichtregeling. En dan misschien eerst zeggen, en nu begin ik wat kritischer vragen te stellen misschien. Ja, enerzijds rond die conflictvrije regelingen, de bedoeling is natuurlijk om de verkeersveiligheid te verhogen. Dus twee vragen in dat verband.
Worden ongevalanalyses actief betrokken in het overwegen van welke regeling men neemt? En zijn er ook evaluaties na de regeling, dus in welke mate het aantal ongevallen is verminderd? Dat is een eerste vraag. En dan een tweede, dat is misschien meer ter discussie. Dus conflictvrije regelingen zijn natuurlijk een middel om de verkeersveiligheid te verbeteren. Ik heb vroeger van Jan Korsmit, de grondlegger van de verkeerskunde in Vlaanderen, denk ik, voor een deel toch, altijd geleerd, ja, je kan op twee manieren met conflicten omgaan, dat is in het algemeen dan, hè. Ofwel schakel je ze uit, dus dat is hier conflictvrije regeling, ofwel zorg je voor een goede presentatie van het conflict als het, laten we zeggen, softe conflicten zijn. Hè. En een voorbeeld daarvan is het vierkant groen. Dus een andere mogelijkheid is, en daar heb ik niks van gehoord, is het rechtsafrijden door rood voor fietsers, wat toch in Brussel heb ik, lees ik ook in Frankrijk, eigenlijk standaard wordt toegepast en wat toch dikwijls mogelijk maakt om de druk op kruispunten en ook wachttijden voor fietsers veel te verminderen. En wordt dat toegepast of niet? En dan, ja, wat aan de conflictvrije regelingen zelf betreft, is er heel de discussie. Ja, is het een doel op zich? Dus we doen het nu maximaal. Dat betekent dat op sommige kruispunten het wel gebeurt, op andere niet. En ook op één kruispunt dat er nog verschillende situaties kunnen zijn. Wat met de begrijpbaarheid, de leesbaarheid, de voorspelbaarheid voor de weggebruiker? Moeten we daar toch niet veel meer aandacht aan besteden? Ik denk, ik heb daar geen systematisch onderzoek over, maar er zijn toch nogal wat Nederlandse chauffeurs die in rechtsaf ongevallen met fietsers betrokken zijn, omdat zij zich niet aan dat conflict verwachten. Moeten we dat niet beter signaleren? Dat is een vraag. Dus standaard conflictvrij, indien niet, het duidelijk aantonen of het duidelijk signaleren naar de weggebruiker. Ja, dank u wel. Dank u wel voor die korte beschouwing, de appreciatie en uiteraard relevante en interessante vragen. De vraag met betrekking tot de ongevalsanalyse heb je al heel kort even beantwoord, Katja, maar ik geef jou graag nog even het woord om te horen hoe dat jullie vanuit de stad Antwerpen de relatie leggen tussen die verkeerslichtregelingen en hetgene wat dat jullie in samenspraak met, je hebt de politie vermeld, daar ook overleg rond hebben. Misschien kan je daar toch nog net iets meer over vertellen dan hetgene wat in je antwoord stond. En dan voor de andere vragen kijk ik graag naar Ruben straks. Maar eerst graag aan jou het woord, Katja. Ja, dus ik had in het antwoord al geschreven dat wij inderdaad eigenlijk bij de start van de studie sowieso bij politie eigenlijk de ongevallengegevens opvragen van de voorbije jaren. En daar wordt dan wel naar gekeken van hoeveel ongevallen zijn er en wat voor type ongevallen zijn dat. En dus eigenlijk ook na indienstname volgt politie ook altijd mee op eigenlijk. Dus zij gaan ook regelmatig op terrein en zo kijken. We hebben sowieso ook om de 3 weken een overleg met hun eigenlijk, met Stad Antwerpen en hun, maar ook binnen het VLCC-project is er ook een operationele werkgroep waar we dat dan eigenlijk zo'n problemen kunnen aangekaart worden. Dus als er ongevallen gebeuren, dan weten we dat wel onmiddellijk. Maar om eigenlijk echt al representatief te zeggen van die VLCC-regeling heeft een sterke daling van het aantal ongevallen gegeven, ja, daarvoor is die periode eigenlijk gewoon nog niet lang genoeg. Als een regeling nu 1 jaar in dienst is, ja, er is geen ongeval, dan kan ik zeggen, dat is keigoed. Maar ja, misschien op een periode van 5 jaar, dat dan misschien... Allee, dan is dat pas vergelijkbaar. Dus eigenlijk kunnen we daar nu nog niet veel van zeggen. Van, geeft dat nu effectief een sterke daling of niet? Ja, oké, dank u wel. Wat betreft de rechtsaf door rood en de leesbaarheid. Ruben, kan jij daar iets over zeggen? Misschien ook ruimer en niet specifiek voor Antwerpen. Goh ja, in eerste instantie natuurlijk is dat ook weer een locatieafhankelijk verhaal. Nu, dat kan zeker nog verbetering brengen op bepaalde plaatsen voor het rechtsaf fietsverkeer dan. Of dat dan nu echt de afweging welke conflicten gaan kunnen vermeden worden of niet heel sterk gaat beïnvloeden, dat denk ik eerder niet. Maar of dat dan toegepast wordt of niet, is dan eigenlijk misschien ook weer eerder een vraag voor het beleid, AWV of Stad Antwerpen. Misschien wil ik ook zeker inpikken op de andere vraag van Dirk over als je dan toch een conflict moet toestaan, dan moet je zeker inzetten op de duidelijkheid en de leesbaarheid. Ik denk dat zeker ook Stad Antwerpen daar een heel goed voorbeeld van is met hoe ze dat aanpakken. Er zijn echt heel veel uren denkwerk en discussie ingegaan over wat de beste deelconflictlantaarn, zoals dat dan heet, is
om op een kruispunt visueel aan te geven aan chauffeurs van let op, je gaat in een conflict met fietsers of voetgangers terechtkomen, op welke plaats of plaatsen dat die dan moet hangen, zodat die zo goed mogelijk zichtbaar zijn. Dus dat is iets waar voor elke lichtregeling ook zeer veel aandacht in VLCC naar uitgaat. Mag ik daar nog even aan toevoegen? Als het zo gaat over voorspelbaarheid, dan hebben we bijvoorbeeld ook dat we een tak hebben van een aantal kruispunten achter elkaar. En soms kan het dan wel zijn, stel je hebt 4 kruispunten, en op 3 van die kruispunten moet je een rechtsafconflict toelaten om aan de kwaliteitseisen te voldoen. Maar op 1 van die 4 zou het kunnen om het conflict eruit te halen. Dan gaan we er eigenlijk meestal wel voor kiezen om ook op dat 1 kruispunt je rechtsafconflict wel toe te laten. Om dan, zoals gezegd, eigenlijk die voorspelbaarheid over die volledige tak te hebben. En dat dat dan, wat wij denken, duidelijker gaat zijn naar de weggebruiker toe. Ja, oké, heel helder. Dank u wel. Bedankt voor de vragen nogmaals, Dirk. Ik kijk ook even naar de tijd. Hè. We hadden beloofd om rond 1 uur te landen. Ondertussen zijn al een aantal mensen de zon gaan opzoeken. Maar ik zie nog de vraag van Wim Beijers. Hè. Vandaag schijnt de zon wel, maar af en toe regent het ook. En dat kan soms lang regenen, niet regelen. Maar hoe kijken jullie naar weersomstandigheden en de impact daarop? We kennen de sensoren die in Nederland bijvoorbeeld worden toegepast. Hoe en op welke manier zou dit eventueel ook een introductie kunnen kennen in de Antwerpse context? Ruben of Katja, jullie mogen kiezen wie antwoordt. Katja, ik weet niet of jij erop wil inpikken. Ik denk dat jullie daar inderdaad wel al over nagedacht hebben vanuit Stad Antwerpen. Ja, we hebben daar wel over nagedacht. Maar in het algemeen is ons idee eigenlijk dat we daar geen grote voorstander van zijn. Want stel dat het nu heel hard regent en je zegt, oh, die fietser moet wachten in de regen, dus we gaan hem voorrang geven. Dan kun je ook zeggen, maar als de zon schijnt, dan zijn er meer fietsen, zullen die meer voorrang geven. Dus eigenlijk komt het er dan op algemeen neer van, ja, als er ruimte is in uw regeling om uw fietser meer voorrang te geven, waarom zou je het enkel doen als het regent en het eigenlijk niet altijd doen? Dus in dat opzicht zien wij niet echt veel meerwaarde van een regensensor. En is dat ook niet iets waar we dan direct mee aan de slag gaan binnenkort. Oké, dank u wel. Hier was ook nog een constructief kritische noot van Pieter Jan Kreulen met betrekking tot het aspect van conflictvrijheid waar het vandaag ook over ging. Ik geef jou graag ook even de floor, Pieter Jan, als je dat graag nog kort even wenst toe te lichten. Hallo, dank u. Het sluit heel hard aan bij wat Dirk Lauwers daarnet vertelde. Op het moment dat je natuurlijk focust op dat conflictvrije, dat is een focus, maar eigenlijk is dat niet het doel. Hè. Het doel hoort het de veiligheid te zijn. En je moet altijd in het oog houden dat je de geloofwaardigheid en de leesbaarheid van een kruispunt goed houdt. Zodat er geen rood licht negatie, want dat is iets wat ik wel vaststel als ik dan over de eigen ervaring in Gent spreek. Weinig drukke kruispunten conflictvrij gaan maken. Dat natuurlijk betekent dat er wat lichtnegatie gaat gaan stijgen, dan krijg je natuurlijk andere veiligheidsaspecten. En heb je misschien je initiële doelstelling veiligheid niet altijd bereikt. Ik weet niet of jullie daar ook op een of andere manier rekening mee houden in de keuzes die jullie maken. Ja, Ruben? Ja, dat is een heel terechte vraag. En tot deze morgen stond het ook nog op mijn slides, maar omwille van tijdsdruk heb ik het er uiteindelijk afgehaald. Dus het is eigenlijk goed, Pieter-Jan, dat je het opnieuw aankaart. Geloofwaardigheid is inderdaad zeker ook een aspect waar we rekening mee houden. Als er inderdaad bijvoorbeeld bijna geen rechtsafslagvoertuigen zijn, ja, dan is het inderdaad vaak niet geloofwaardig om voetgangers rood te geven, ja, om die paar auto's per uur die dan zouden kunnen in conflict zijn. Dus dat nemen we zeker ook mee in de overweging om bijvoorbeeld bepaalde conflicten dan toch maar toe te staan. Ik denk, ik kom even niet op de straatnaam, maar er zijn zeker een aantal voorbeelden voor Stad Antwerpen waar we die keuze op die manier gemaakt hebben om inderdaad die roodlichtnegatie te beperken. Goed, dank u wel. Bedankt ook voor die vraag. De laatste vraag die ik graag aan bod wil laten komen is de relatie met OV. En ik geef graag ook Peter van Zevenand kort nog even het woord om vanuit die optiek jouw vraag toe te lichten. Peter? Ja,
Wel heel kort, ik hoorde daarnet de wachttijden, en dat was het wachttijden voor autoverkeer, mogen niet hopeloos lang worden. Ik lig daar eigenlijk niet wat wakker van. Ik wil dat de bus- en de tramreiziger vooral niet in die files staan. En mijn vraag is, hoe wordt dat dan meegenomen? Dank u wel. Ruben? Ja. Dat wordt uiteraard zeker meegenomen. Opnieuw, omwille van de beperkte tijd in de talk vandaag, is inderdaad dat niet zo echt aan bod gekomen. Maar binnen de VLCC gebruiken we eigenlijk verschillende prioriteitsniveaus. Heel de kaart van Antwerpen is ingekleurd met prioritaire assen voor fietsers, voor auto's en voor openbaar vervoer. En het is inderdaad zo dat we daar dan een rangorde in hanteren, waarbij de pre-metro openbaar vervoerlijnen de allerhoogste prioriteit krijgen. Dus dat wil zeggen dat we vooral daarvoor de wachttijd in onze lichtregeling echt zo laag mogelijk houden. En zeker wanneer er aparte beddingen zijn, dan streven we echt wel naar een gemiddelde van ja, slechts enkele seconden roodtijd, gemiddeld uiteraard. Soms kan dat langer oplopen. En vervolgens hebben we dan ook nog ja, prioritaire fietsassen die ook zeker heel hoog op die lijst staan. Dus daar wordt inderdaad hard op ingezet binnen VLCC. Oké, dank je. Goed, hartelijk dank. Ik kan begrijpen dat sommige mensen misschien nog wat op hun honger zitten wat betreft vragen. Het is natuurlijk een topic waar we het nog heel lang over zouden kunnen hebben. En initieel was het de bedoeling om het fysiek te doen, ook met een broodje erbij. Maar bon, jullie weten ook wel wat de context was de voorbije weken. Dat zal niet meer zo zijn voor de volgende TML-talks, waarbij dat we terug fysiek gaan. En ik ga straks nog even inzoomen op de volgende talk. Maar ik wil eigenlijk eerst ja, jullie als deelnemers bedanken om aanwezig te zijn, om aandachtig te luisteren en zeer relevante vragen te stellen. Maar uiteraard ook de twee sprekers van vandaag. En zoals steeds hebben we ook een geschenk voorzien voor de sprekers. We proberen altijd iets toepasselijk te vinden. In dit geval voor deze sessie hebben we niet direct een spel gevonden waarmee dat je verkeerslichten kunt regelen, maar je kan in ieder geval auto's vlot parkeren en veilig parkeren met dit spelletje. Dus Katja, dit gaat ook jouw richting uit in Antwerpen. En hopelijk kan je ermee spelen. Je ziet dat je zeker ook met jouw collega's dat kunt bovenhalen. Voilà, rest mij nog jullie allemaal te bedanken voor jullie aanwezigheid en tot slot de volgende talk te introduceren over ongeveer een drietal maanden op dinsdag 7 juni. Nodigen we jullie graag terug allemaal fysiek uit in de Romaanse Poort in Leuven. Het mooie historische gebouw in het stadshart vlak naast de Hertogenzijde, waar ongeveer ja, op dit moment eigenlijk volop de voorbereidende werkzaamheden bezig zijn voor de nieuwe grote podium kunstenzaal in Leuven. Dus in dat historische kader van de Romaanse Poort gaan we het hebben over verkeersmodellering. Geen complex en ontoegankelijk verhaal rond verkeersmodellering, maar we zijn eigenlijk volop bezig met het uit te werken, een systeem of een vorm van verkeersmodellering uit te werken die ook leesbaar is, laagdrempelig en toegankelijk. Niet alleen voor mobiliteitsambtenaren, maar eigenlijk ook naar een ruimer publiek, zelfs buurt- en wijkcomité's. Het is met die blik, met die maatschappelijke blik, dat we dit ook graag presenteren. Niet alleen dus aan mobiliteitsexperten, maar dus ook ruimer en breder. Aan iedereen die geïnteresseerd is om aanwezig te zijn. Dus een van de komende weken gaan jullie daar de uitnodiging zeker voor ontvangen voor deze volgende TML-taak. Voilà. Ik wens jullie te bedanken en ik wens jullie in ieder geval ook nog een fijne en zonnige namiddag. Tot ziens.